Hallo's opeens, ik ben Rikus op Gamers, nu van Far Cry 3 Bloodwagon en ik ben opnieuw begonnen met recorden. Ik heb net echt 11 minuten opgenomen, dus alleen maar niks gebeurd in die 11 minuten. Ik heb wel een hele speech gehouden, eigenlijk van 11 minuten lang, over hoe blij ik ben met YouTube. En soms heb ik opeens zo'n gevoel. Soms is het echt van, YouTube, kut, dan moet ik weer een video maken, want ik ben daar heel erg vast mee. Er zijn zat YouTubers die zeggen, nog maar geen video. En ik probeer dat echt zo erg te voorkomen, dat het soms best wel een nadeel is. Dat is sowieso, ik had over voor- en nadelen van YouTube en hoe leuk het allemaal is en... Er zijn namelijk twee nadelen. Eén is dat ik vaak te geforceerd upload voor mezelf. Zo van, ik ga nu echt iets gauw iets doen, want anders heb ik geen video. Dat is een nadeel voor mezelf, want het is een hobby, weet je wel. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer een beetje een baan. En dat is één. Het tweede is dat ik bijna geen games kan spelen zonder het op te nemen. Op het moment dat ik lekker even een potje Far Cry 3 ga doen, weet je nu. Ik heb hem uitgespeeld, dus wat ik dan doe is meteen, flikker een livestream open, weet je wel. Kunnen kijkers meteen meekijken, dat is lekker nuttig, weet je. Maak ik 50 mensen blij, want ik luister hem altijd voor kleine mensen, voor kleine groepen. Waarom doe je dat, Rick? Kan ik de chat volgen? Ik vind het helemaal niet leuk om voor 1000 man te streamen. Ik vind het serieus niet leuk. Als ik voor 1000 man stream, dan volg ik het niet meer en dan kan ik niemand aandacht geven. Als ik voor 50 man stream, iedereen krijgt aandacht, weet je wel. Ik kan lekker met iedereen praten, hoe gaat het met jou, iedere vraag kan ik gewoon leuk beantwoorden. Dat is ook iets, maar ja, het is bijna... Ik game amper naast dit. Naast YouTube speel ik af en toe een beetje The Binding of Isaac. En daar blijft het eigenlijk wel bij. En dat vind ik eigenlijk ook alweer jammer. Maar ja, heb ik mijn PlayStation even van mijn computer afgesloten en gewoon op mijn tv gezet. Ik heb vakantie. Ik ga deze vakantie lekker God of War spelen. God of War 1, 2, 3, Ascension. Ik ga echt alle God of War games spelen de komende paar dagen. En dat wordt dus lekker niet gestreamd. Rick gaat lekker met vakantie. Zeg maar van zijn baan als YouTuber. En de rest van de video had ik het trouwens eigenlijk alleen maar over dat sommige mensen vinden YouTubers die geld verdienen een beetje klootzakken. Terwijl ja, ik zit al bijna 2 jaar in de business. Ik maak al bijna 2 jaar lang iedere dag 2 video's. Dat zie je ook als je kijkt naar hoeveel fucking video's ik heb. Dan kijk je naar gemiddeld kanaal, hebben 50 video's. Zie je mij, bam, dat zijn fucking veel video's. Dus ja, als je mijn video's leuk vindt, hoef je niet per se te wachten tot er weer een nieuwe online komt. Ik heb er een stuk of 1400. Noem het even op, maar ja. Ik maak dus al bijna 2 jaar lang iedere dag 2 video's. En er zijn dan serieus mensen die zeggen dat ik YouTube voor het geld doe. Terwijl, sinds ik partner ben, misschien een jaartje geleden of zo, ik maak nog steeds dezelfde video's, weet je. Het is niet alsof ik sinds ik partner ben in één keer andere games speel of zo. Als ik geld wou, ging ik wel lekker iedere dag Minecraft spelen. Ik bedoel, ik zeg niet dat mensen die iedere dag Minecraft spelen geld willen, maar mijn Minecraft video's worden serieus veel vaker bekeken dan mijn gewone video's. Dus als ik YouTube voor het geld deed, kon ik er best alleen mijn Minecraft video's doen. Dat is gewoon even de logica. En ik doe gewoon lekker wat ik leuk vind. Dat doe ik nog steeds. Ik speel gewoon lekker games waar ik zin in heb. Alleen, het enige verschil met het begin en nu is dat ik op een video zat een functie geld verdienen. Zet ik die aan. Waar ga ik heen? Ik kom hier niet op. Ik moet hierheen, alleen ik kom hier niet op. Je hebt het missiegebied verlaten. What the fuck? Ik kan ook even niet even normaal zwemmen. Ze zeggen poeh. Maar ja, het enige wat ik doe verschil is dat ik er nu geld op zet. Dus ja, ze mogen kiezen tussen... Als jij mocht kiezen tussen 2 keer per dag een video van 1/2 uur op YouTube gooien en er 0 euro mee verdienen, of 2 keer per dag dezelfde video's op YouTube gooien, en dan krijg je in 1 keer, mensen vinden het niet fijn als ik bedragen noem, maar zeg maar dat ik er 100 Big Tasties van kan kopen in een maandje. Dat is redelijk wat geld, dus ja, dan zet je die optie natuurlijk aan. Dan heb je ook nog een heel grote groep mensen die denken dat YouTubers een of andere reden gewoon slapend rijk worden. En dan denk ik, ik snap er geen flikker van! Wat moet ik doen? Misschien moet ik kijken naar wat ik moet doen, dat is een hele goede tip. Maar er zijn heel veel mensen die denken, ik ga ook YouTuber worden, en dan word ik partner en dan ga ik bakken met geld verdienen. Wat moet ik doen? Ik moet hier naar binnen. Oké, beter. Ik word 600.000 keer per maand bekeken. En als je dan eens even die verhouding maakt met hoeveel ik verdien, hoe vaak ik bekeken word. Het gemiddelde kanaal, gamekanaal, als je een beginnend kanaal begint, hou je niet eens de 1000 views per dag. Dus als je dat even meeneemt, hoe de fuck moet ik hier langs? Dus hoe de fuck moet ik hier langs? Hoe de fuck? Pak Darling's raket. What the fuck? What the fuck? Serieus, what the fuck doe ik? Dat vragen jullie ook wel af, Rick. What the fuck doe je? Wat moet ik doen dan? Hoe kom ik hierop? Ik probeer hierop te klimmen, maar dat lukt niet. En dan, misschien iets verlaten. Nee! Nee! Verdomme! Waarom zit ik nou weer in het water? Waarom? Dan ga ik wel lekker deze kant op of zo. Dit is wel het missiegebied, dus hopelijk gaat het niet goed in ieder geval. Dus ja, dat is dat. Had ik nog een frustratie, of heb ik ze allebei opgenoemd? Dat altijd de games willen spelen. Oh ja, en dat het nogal verplukkend als soms als een verplichting voelde. Maar ja, ik ben dus nu bezig met allebei af te leren. En voor de rest is het alleen maar leuk. Ik bedoel, ik kan gewoon lekker. Ik heb 100% vrijheid. Dat is heel chill. Ik wil echt geen specifiek kanaal. Als ik van mijn kanaal Harry Potter gameplays had gemaakt, zat ik vast aan Harry Potter. En als je dan geen zin hebt in Harry Potter, dan speel je het niet.
Ik heb ook sommige series die liggen gewoon stil. Daar doe ik dus niks meer aan. Omdat ik er geen zin meer in heb, weet je. Dan vind ik het spel niet meer leuk. Dan stop ik er gewoon met dat ik er zin in heb. Daar doe ik heel makkelijk over. Het is 100% mijn eigen lol. En als ik ergens geen lol in heb, dan stop ik erbij. Zo makkelijk is het. En ik probeer soms nog wel eens te doen van, ah, weet je, ik... Ja, ik doe alleen maar de games waar ik 100% zin in heb. Ik ga binnenkort trouwens beginnen met Deadpool. Aangezien ik de Blood Dragon humor zo gigantisch leuk vond, begonnen jullie meteen met aanraden. Rick, ga ook Deadpool spelen. Die game is nog veel grappiger. Ik heb me even verdiept. Die game is inderdaad hilarisch. Serieus hilarisch. Enige probleem is dat PewDiePie me ook doet. Dus ik krijg altijd weer gezeik van PewDiePie. Maar dat boeit me geen flikker, want ik vind het leuk. En dan kan ik best wel een paar zeikertjes hebben die helemaal niks snappen, weet je. Toen ik Last of Us deze ook iedereen gestolen van PewDiePie. Nou, iedereen. Zeker 20 man. Terwijl ik heb al maanden voordat die game uitkwam aangegeven, die ga ik spelen. En het is echt een game die zeker een miljoen keer verkocht is. En dat is toch niet raar als twee YouTubers hetzelfde spel spelen? Is dat dan raar? Maar oh, hij heeft in één keer een miljoen, hij heeft meer dan een miljoen subs. Oh, dan is het in één keer, heb je in één keer gestolen. Oké, okay, wat heb ik gedaan? Ja, kernreactors overbelast is mijn hobby. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan hier? Ik heb explosieven gepakt ofzo. Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat we nu gaan doen. Ik zou hier om te sneaken denk ik. Oh, er zijn twee mensen bij elkaar. Dat is geen goed plan. We gaan dit stadje binnen sneaken. Oh god, robothonden. Robothonden. Ik vind het wel grappig. Het is gewoon Far Cry 3. Ik denk zo, hé, wat doen we eigenlijk aan die honden? Oh, geen zorgen. Geen robothonden. Dat zal niemand opmerken. Ja, daar heb ik ze gelijk in. Works like a charm. Ja, we moeten even het stadje binnen. Deze twee pikkies staan te praten en dat vind ik niet leuk. Dus een van de twee even stoppen. Waarom is hij mijn doelwit? Moet hij dood of zo? Nee, iedereen is mijn doelwit trouwens. Oh, kut. Deze vent moet even dood. Deze vent moet echt heel nodig dood. Hij is dood en dan komt mijn broertje gewoon binnen. Terwijl ik duidelijk aan het opnemen ben, want anders zou ik gewoon tegen de computer praten. Dat zou nergens op staan. Hallo? Nee, nog 13 minuten. Dan mag je slapen. Nee. Nee. Oh, dat is zo kwaad. Hij heeft helemaal niks door. Volgende. Jouw hoofd op een spies. Oh, dat was een hele mooie headshot. Prachtig. Prachtig. Nee. Nee, dat kan niet. Ik schiet heel veel pijn. Mijn broertje zei trouwens, kan je niet zachtjes praten? Zei ik, nee, zei hij debiel. Je moet niet zachtjes. Ik kan ook zachtjes praten. Maar kijk, hallo mensen, ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe video. Nee, daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dat is niet hoe ik rol, hè. Als ik ergens geen zin in heb, zo rol ik dan niet. Wat? Ja. En wat ik ook nog verteld had de vorige video. Of nou ja, de vorige video, dus 11 minuten. Of aanvaal. Is dat YouTube neer. Dat is leuk. Maar ik vind het commentaar geven is een kunstje. Je kan niet... Als je begint met YouTube, je eerste video's zijn helemaal kut. Ik heb 1400 video's waarvan 700 zeker het bewijs zijn. Dat als iemand goed kan tekenen, hoe kan die persoon zo goed tekenen? Meestal is het omdat ze zelf heel veel getekend hebben. Ik ken bijna niemand die goed kan tekenen die zegt, nou, ik heb eigenlijk nog nooit getekend. En ja, voor YouTube commentaar geven is hetzelfde. Je moet een beetje een manier van praten vinden. En als je daar niet goed in bent, dan kun je makkelijk gewoon beginnen met vrienden. Als je video's met anderen opneemt, het enige wat je doet is gewoon overleggen wat je doet meestal. Dat is veel makkelijker opnemen. Ik vind persoonlijk vind ik series van twee mensen ook een stuk minder leuk. Maar soms zelfs met Stefan wisselen wij alleen maar grappige verhalen uit met elkaar. Dan vind ik dat persoonlijk weer juist heel leuk. Als je gewoon met z'n tweeën in een game gaat spelen, vind ik in principe heel makkelijk. Moet ik nog wegrennen of zo? Valt wel mee. Dus ja, dat is... commentaar geven is een kunstje. Ik vind dit wapen echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk kutwapen. Kutwapen, zei ik. Ik wil iets anders. Beter. Dus ja, kunstje. Wapens, commentaar geven is een kunstje. En ja, als je op een gegeven moment gewoon heel veel video's hebt gemaakt, dan leer je vanzelf wat lekker commentaar is. Wat dingen waar je over moet praten. Woordassociaties, woordgrappen. Dat soort dingen. Dat leer je dan. En ja, dat is gewoon een kunstje. En als je beginnend commentaar geven bent, dan zeg ik, blijf gewoon video's maken. Zeg eens, Rick, hoe krijg ik meer subs? Blijf gewoon video's maken, weet je. De meeste subs die komen en die gaan niet meer weg. Dus dan heb je vanzelf een keer veel abonnees, weet je. Als je gewoon iedere dag één abonnee erbij krijgt, hou je vanzelf de 1000 wel. Met zo'n mentaliteit moet je dan ook gewoon instappen. Oké, ik ga je wel gewoon neersteken. Ik heb echt helemaal geen zin in dat moeilijke gedoe, jongens. Iedereen doet moeilijk. Oh, ik heb ook nog eens het alarm af laten gaan. Het is allemaal weer mijn schuld, zeker. Ik ben weer de bad guy. Molotov. Dat vonden de vijanden niet zo molotov van mij. Oh. Maak al gewoon headshots. Alles gaat goed naar headshots, bam. Dat is een headshot.
Dat is een headshot. Het wapen niet zo heel goed, of deze vijanden zijn gewoon heel sterk, één van de twee. Waarschijnlijk beide. Heb ik voor de rest nog wat leuks te vertellen? Nee, ik vind Bloodwanger een fucking awesome game. Hey. Oh, hallo. Goedendag. Uw hoofd. Oh, la la la. Ik heb Ralph Makkenbach in mijn hoofd. Dat is verschrikkelijk irritant. Maar dat krijg je als je een vriendin hebt en die zegt dan... Oh, leuk, Rick, ik zet Ralph Makkenbach op. Je staat in de fik. Dat is echt hoe het gebeurde. Iedereen doet de smooth. Dat nummer zit in mijn hoofd. De smooth van Ralph Makkenbach. Een knallend succes, inderdaad. Oké. Hey, stop. Sta op. Oké, mooi. Die is kapot. En nu moet ik waarschijnlijk naar binnen gaan. Leuk. Neem maar dat die kabelbanen niet omgekeerd werken, dus ik moet ergens een trap vinden. En al vind ik een trap, vind ik dat van mezelf redelijk knap. Oké, ik heb een trap gevonden. Dat was niet zo moeilijk. Hoe gooi je ook weer cyberart? Ik heb echt geen idee. Is wel handig voor bladzwengens en zo. Oh, een beetje allemaal, een beetje money. Hey, cash money. Wat is dit voor moois? Ah, niet verkeerd. Ik zie vijanden met vlammenwerpers en hun blootliggende brandstoftanks. Oké. Oftewel, blaas ze op door op de brandstoftanks te schieten. Oké, wacht. Oh, dit is lachen. Kut. Dat was geen beste. Hey, Jaap, een granaat voor jou. Ik weet niet of hij dood is, maar ik gok van wel. Alleen waarschijnlijk leeft hij nog. Waarom sta ik in één keer in de fik? Hij komt eraan. Hij komt je halen, Rick. Hij leeft serieus nog, trouwens. Laten we pingpong spelen via deze muur. Hey, Pik! Pingpong! Wie is dan Pong? Nou, ben je zelf. Bam! Time to bring the thunder! En ik pak even wat troep van je. Dankjewel! Cyberheart in één keer. Ik gooi gewoon nog een dingetje. Ik ga mijn pijn en boog pakken. Ik heb zin in pijn en boogactie. Bam! Dat was mis. Dat was raak. Pijn en boog is redelijk overpowered, denk ik. Dat is gewoon wat ik denk, jongens. Bam! Oké, ja, dat gaat redelijk goed zo. Lekker smooth. Reet ridder. Beste belediging ooit. Dat waren echt van die scheldwoorden die ik gebruikte toen ik klein was. In groep 8 en 7 en zo. Dan zei je reet ridder of aap onder de douche of zo. Dat je zo'n klapding weet. Zo'n ding. En dan stonden dan woorden op. En dan zet je dan altijd scheldwoorden op. Reet ridder. Aap onder de douche. Ik weet niet wat voor dingen er allemaal. Kontveter. Of reetveter. Dat waren echt mooie woorden. Ja, reet ridder ook. Dat waren nog tijden. Ik kan gewoon mijn pijlen weer oppakken. Dat is wel fijn. Skere tijden, jongens. Het is crisis. Het is economische crisis vandaag de dag. Mensen houden hun handen op de knip. Ja, weet je, dan moet je gewoon bezuinigen soms. En dat is zojuist gebeurd. Prettig kerstfeest, Joris. Oh, hij is gezakt in de peiling. Oh, dit soort kleine woordgrapjes maken voor mij een game echt al 10 keer leuker. Hij is gezakt in de peiling, terwijl ik een pijl door zijn kop heen schoot. Heb ik nu tijd? Heb ik een tijd? Laat de ontploffingsstraal. Oké, wat is de ontploffingsstraal? Het is tijd voor een knalvijf. Dat is het zeker. Zeker tijd voor een knalvijf. Oké, dit red ik wel. Soort van. Precies. Oké, wat is de ontploffingsstraal? Hoe verlaat ik die? Ik moet gewoon daarheen. Oké. Ja, ik ben nu iets te laag gegaan daarvoor, denk ik. Om voor de mooigheid. Maar oké. Hoe kom ik daar op een andere manier? Moet ik daar per se heen? Oké, wacht. Oké, wacht. Ik neem even hier de ladder. Ik neem hier de ladder en dan kan ik mooi via het mooie glijtouw. En ja. Ik heb deze video van jullie veel wijze lessen geleerd, hopelijk. Over hoe commentaar geven een kunstwerkje is. En over hoe, wat zei ik ook weer nog meer? Oh ja. Hoe YouTube echt heel vet is. En jullie, daar wil ik jullie ook gewoon voor bedanken, weet je. Want zonder jullie, dan maakte ik jullie waarschijnlijk geen video's. Nou, ik wel. Ik werd alleen niet bekeken en ik maakte ze wel eens nog. Want ik vind gamen en erbij praten eigenlijk veel leuker dan gewoon gamen. Oké. Tot ontploffing brengen. Bam! Dit. Oh. Ik hoop dat hij net zo goed is. Nope. Awesome. Zoek een van de engineers. Oké. Waar is hij nou? Waar is Rick nou? Hè? Waar is hij nou? Oh nee, je bent dood. Oh god. Niet schieten, jongens. Oh, vrede. In het wereldje van Far Cry 3 Blood Dragon. Dat ging pijlsnel. Heerlijk. Oh, dit spel heeft zo mijn hart gewonnen, jongens. 3-10 dubbel. Waar moet ik heen? Laat me gaan die kant. Ik heb niet zoveel pijlen meer. Ik heb 1 pijl. Wauw. Laat even mijn pijlen pakken hier. Heerlijk muziekje ook erbij. Lekker futuristisch. Ja. Trouwens. Oh, je zegt, ben ik al te laat. Ik wou zeggen, Binding of Isaac is €1,24 momenteel. En dat is die in de summer sale. En ja, tegen tijd als jullie dit zien is het al te laat. Anders had ik jullie sowieso aangeraden die te halen. Over games gesproken en zo. Oh, we hebben weer wat raidridders daar. Jullie zijn voortaan allemaal raidridders. Ik ga die grote pik even pakken.
Van Beren, ik wou net zeggen, gaat hij naar zijn vriend Van Beren of hoe zit dat nou? Hoe zit dat? So, buckle up. Yeah. Wat zei hij nou? Ik mis even het grapje. Ja, ik maak zo een end aan hoor, mama. Oh, jij wat vragen? Ja? Wie is dit? Oh god, wat heb ik nou weer gedaan? Oh, ja, mijn moeder laat zien dat ze mailtjes van Hives krijgt. Ik had zeg maar gezegd dat er een oude foto van mij op Hives staat. Met lang haar. Ik ga de foto even tonen. En nu staan mensen, die zeiden staat op mijn moeders Hives. En nu stalken mensen dus mijn moeder op Hives. Ik ga het even de foto laden. Kan ik hem aan jullie laten zien. Dit is wel een erg interactieve video. Eerst komt mijn broertje binnen en die zegt, Rick, wees stil. Dan zeg ik, nee, geef me 10 minuten. Oh, ik kan de foto niet laten zien. Dan moeten jullie maar weer zelf zoeken. En niet te erg mijn moeder stalken. Je mag wel lief een berichtje sturen. Ik had de foto vandaag ook al gezien. Meerdere mensen hebben hem namelijk getweet. Dus ik had hem natuurlijk wel geretweet. Zo sportief ben ik dan wel weer. Waar moet ik heen? Dus ja, een erg interactieve video. Maak kennis met mijn familie. Er waren tijden dat het echt me echt heel veel boeide. Zo van, oh nee, mijn broertje komt mijn kamer binnen. Ik ga de moeite doen om eruit te knippen. En nu geef ik echt geen neuk meer. Je hoop het boeide jullie ook niet echt van, oh, onprofessioneel. Nou ja, je kan het onprofessioneel noemen. Je kan ook zeggen, boeit me weinig. Ja, ik heb de foto. Hij is vers en klaar. Kijk. Lang haar, tuig. Kijk hoe lang mijn haar is. Kijk hoe lang. Zo cute. Dankjewel, mama. Ik ben gewoon heel trots op mijn familie. Heel gezellig. Altijd gezellig hier. Alleen om een of andere reden komen ze de hele dag mijn kamer niet binnen. En dan moet je even 20 minuutjes opnemen en dan zijn ze er in één keer allemaal hoor. Ze willen allemaal gewoon een beetje beroemd worden, weet je. Iedereen wil een kans op geluk. Hier. Ik probeer hem op zijn hoofd te schieten, maar met weinig succes tot nu toe. Ik ben wel zo klaar, mama. Ik ga de video zo beëindigen. Ik heb ervoor gekozen om de video's van Far Cry 3 Bloodwagon trouwens 20 minuten plus te maken. Want ik vind 15 minuten inderdaad gewoon te weinig. Sommige mensen deden zo van, hey Rick, maak je 20 minuten plus. Tuurlijk, waarom ook niet? Ik vind het een heerlijk spel om te spelen. Dus ik vind trouwens ieder spel dat ik doe heerlijk om te spelen. Als ik een spel niet heerlijk vind om te spelen, dan kap ik ermee. Dat is een heel goed motto, weet je. De meeste games waar ik mee gestopt ben qua serie is niet eens omdat ik ze stom vond worden. Het was meer omdat, hoe zat het ook alweer? Oh ja, meestal of ik ben mijn save game kwijt, ik moet de hele game opnieuw spelen of ik zit vast op een punt. Of ik moet in één keer heel veel offscreen training doen. Zoals met Yu-Gi-Oh! Reshuffle of Destruction moet ik heel veel trainen offscreen. Dat soort shit. Of ik ben gewoon lui. Meestal is luiheid ook een hele dominante keuze. Ik heb je deze video erg veel informatie gegeven. En hopelijk was het geen kut video. Want soms heb ik zo'n video dat ik echt het gevoel heb. Deze video was veel kutter dan de gemiddelde video. En dat vind ik kut. Vooral in zo'n game als dit. Want ik kan even niet deze video opnieuw opnemen. Weet je, er zitten heel veel checkpoints in en save points. Dus ik hoop dat jullie juist zeggen, Rick, deze video was leuker dan gemiddeld. Of wat ook nog een klacht was van mij, gewoon even over klachten gesproken, is negatieve kritiek. Dan denk je, oh Rick, nee, je kan er wel tegen een beetje kritiek. Juist! Ik vind dat ik te weinig kritiek krijg. Ik heb juist zo'n video zoals deze, dat ik vind dat het minder gaat. Ik vind het commentaar minder. Maar er is nooit eens even iemand die zegt in mijn face, hey Rick, ik vind je video's heel leuk, alleen ik vind deze video gewoon minder grappig dan normaal. Of je vertelt alleen maar serieuze verhalen, ik vind het niet grappig. En dat vind ik juist heel fijn om te horen, van wat vind je leuk om te horen van mij en wat niet. En doe dat ook zeker, weet je. Als jij deze video juist extra leuk vond, dat laat me dat horen. Dan zeg ik, oh Rick, ik vond deze video juist heel informatief. Ik vond hem juist hartstikke leuk. Zit er nou iemand in of niet? Ja, daar zit iemand in. Die gaat even dood. Het gaat even duren, maar ik ga hem neerhalen met dit ding. Heb ik niet van een Nederlandse bij me of zo? Die vent gaat neer hoor, geloof me. Het gaat even duren, maar hij gaat neer. Ik kan hem ook gewoon negeren. Waarschijnlijk wordt dat hem. Kom dan vriend, kom dan met het hoofd van je. Je tanden kan al geraakt worden en dan krijg ik dat. Oké, die vent is dood. Mooi. Ik had een oogje op hem. Oftewel, ik heb hem door zijn oog geschoten, denk ik. Of omdat ik door mijn scope keek. Ja, ik denk dat ik deze auto moet hebben, geloof ik. En dan? Waar moet ik heen? Wat is de nieuwe doelstelling? Moet ik er gewoon vanaf rijden of wat? Waar moet ik heen? Oh god, er is een draak in de buurt. Jongens, er is een draak in de buurt. Dus ja. Negatieve kritiek. Laat het zeker achter. Ik begrijp dat je bang bent, want daar bang. Er zijn tenminste, mensen in de comments zijn gewoon gemeen tegen elkaar. Dat vind ik jammer. Als iemand zegt, Rick, ik vind deze video minder leuk omdat, moeten mensen niet op hem gaan zeiken. Zo van, oh, dat zei je toen niet, laat Rick met rust. Oh god, een draak. Ik kom gewoon een fucking bloodwanger tegen. Aanrijden was geen goed idee, hij heeft laseroog, je moet echt heel snel weg. Oh. Dus ja, negatieve kritiek, of niet negatieve kritiek, opbouwende kritiek van, hey, leuke video, maar. Ik heb geen idee wat ik verkeerd heb gedaan, maar.
Bedankt kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met Far Cry 3 Blood Dragon. Wat? Fucking awesome shit die je kan krijgen trouwens. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik heb redelijk veel informatief gepraat. Maar dan had ik opeens zin. Ik had opeens de behoefte om mijn hart te uiten over hoe awesome ik eigenlijk, hoe blij ik ben met jullie. En hoe blij ik ben hoe alles is gelopen. En ik ben zo blij dat ik bij Biontown zit. Heel veel toeval. En ja, dat ik hier nu lekker zit om 11 uur middernacht in mijn uppie voor mijn computer tegen eigenlijk niemand te praten. Het is eigenlijk heel raar. Heel veel mensen vinden dat raar. Maar ik, is dat niet raar dat je tegen niemand praat? Maar dat went gewoon. Ik praat naar mensen. Die kijken nu vol bewondering. Van, oh, wat heeft Rick nou weer te melden? Er zijn zelfs mensen die komen thuis. En dan, yes, we gaan weer kijken naar de avonturen van Rick. En dat vind ik awesome. En gewoon allemaal bedankt daarvoor. Proost. Ik wil zeker binnenkort nog iets van een fandag gaan doen of zo. Hey, dat was wel leuk. Misschien, ik zat te denken, misschien een Walibi of zo. Het is vakantie. Dat ik gewoon zeg binnenkort een weekje van tevoren. Kom jongens, die dag gaan we allemaal naar Walibi. Weet je, je hoeft niet te komen. Als er gewoon 10 man komt, ik vind dat heel leuk. Ik heb veel liever dat er 10 man komt naar Walibi als ik dat afspreek dan 100 man. Waarom, Rick? Nou, weer het persoonlijke, weet je wel. Dat is met die livestreams. Ik vind het heel leuk als er 100 fans van mij zijn. Maar ik vind het veel leuker als ik gewoon met 10 mensen echt een beetje kan socializen. Weet je, hoe gaat het met jou? Hoe heet jij? Hoe heet jij? Zoals die fanbang. Daar was ook 10 man heen gekomen. Sommigen zelfs echt uit de andere kant van Nederland. En dan kan ik gewoon vragen, hey, hoe heet jij? Weet je, ik weet gewoon nog hoe die mensen heten. Ik weet wat ze deden. Ik weet waarom ze kwamen. Ik weet dat ze het leuk hadden. En als ik 100 man heb, loopt er 100 man omheen. Dan kan ik net als op de gathering met iedereen een keer de foto. En dan, ja, oké, was leuk met je. Dankjewel, doei. Dus ja, dat was eigenlijk wat gepraat van mij over YouTube. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Ik wil je gaan bedanken voor alles. Als jij een trouwe kijker bent, ik hou van jou. En als je een minder trouwe kijker bent, ik hou ook van jou, weet je. Sowieso dat je de moeite hebt gedaan om het hele video uit te kijken en om er geslam heen te zetten. En ik hoop dat ik zo misschien wat kleinere kanalen inspireer. Ga lekker door. Let niet te veel op de negatieve kritiek. Let vooral op de... Let wel op kritiek. Alleen let niet op haat. Van, ah, fuck jou, stop ermee. Let wel op kritiek. Als iemand zegt, hey, je geluid is niet goed of je praat te weinig, doe daar wat mee. Doe wat met tips die je krijgt. En word niet meteen boos. Van, ah, rot op. Maar ja, dus vind de balans. Je moet niet te veel op de haters letten. Maar ik zou zeker wat doen met tips die je krijgt. Want als je niet let op tips, word je niet beter. Op het moment dat mensen jou tips geven en je doet er niks mee, ja, dan word je nooit goed. Dat waren mijn wijze woorden voor vandaag. Ik sluit af met de woorden Raid Vader, Far Cry 3 Blood Dragon is awesome. Ik blijf puberaal stuk stront. Tot de volgende aflevering. Doei!